Voice of Almelo. Welkom bij de 17e editie van The Voice van Almelo. 17e alweer, ja ja. Er gaan vandaag van 4 verschillende scholen uit Almelo, namelijk het Nordic, Canisius, PSX en het Erasmus. Zitten die in de zaal? Of? Oké, nee, dat dacht ik al, gelukkig. Die gaan hier voor jullie optreden vandaag. 3 van elke school. En er zijn al heel wat voorrondes aan vooraf gegaan. Die hebben op hun eigen locatie al auditie moeten doen. Daar hebben ze alweer gewonnen. En toen van alle scholen van bijvoorbeeld het Erasmus allemaal alweer daarvan gewonnen. Dus het zijn eigenlijk allemaal al winnaars. En die gaan dus hier voor jullie optreden. Dus jullie mogen wel in jullie handjes knijpen. Want het wordt echt super, echt goede kwaliteit gewoon. Ik weet het gewoon zeker. Er zijn maar 2 jongens, helaas. Dat is wel vaker zo, dat er altijd heel weinig jongens zijn. En wel 10 meiden. Dus ja, de jongens moeten het wel heel goed gaan doen vanavond. Het is wel opvallend, want het is een vrij jonge groep. Meestal zijn het een beetje de bovenbouwers die dan hier komen te staan. Maar dit keer zijn er wel, even kijken, 3 eerste klassers en 2 tweede klassers. Dus dat is, ja, applausje waard. Zeker. Vorige week woensdag hebben ze allemaal workshops gehad in Next of Naxt. En daar hebben ze zang gekregen, workshop en podiumpresentatie. Dus ze zijn nu nog beter dan toen bij jullie op school een paar weken geleden, als het goed is. Als ze hun best hebben gedaan tenminste. De sfeer was heel erg goed, ook hier achter de schermen. Ze zijn allemaal gewoon dikke matties en zo, weet je. er is ook een Facebookpagina van The Voice, van Almelo. Dus als je even tijd hebt, straks in de pauze, like de pagina. En dan word je op de hoogte gehouden van alles. Er komen foto's, dat soort dingen. Een fantastische band hier namelijk achter mij. Die heet Soul Synergy. Ja, applausje graag. ik zal ze even voorstellen. We hebben 2 Peters in de band. Een gitaar-Peter en een slagwerk-Peter. Nou, wie zou dat zijn? Dat is Peter. Dus Peter. En we hebben Karsten op de bas. Dat is de slagwerk-Peter. En dan hebben we nog Matthijs op de toetsen. En voor vanavond worden die versterkt door 2 fantastische dames die de backings doen. Tessa en Gerja. En ik ben trouwens Mirjam en ik ga de avond aan elkaar vastpraten, hoop ik. Bedankt. Oké, hoe het vanavond gaat. We hebben 8 nummers, eerst. Dan hebben we een kwartiertje pauze en dan nog 4 finalisten. Dus zo gaat het er een beetje uitzien. En dan na die 4 finalisten, dus als iedereen geweest is, dan hebben we een juryberaad. Dat duurt ongeveer 20 minuten. En dan hebben we ook nog een act voor jullie. Dus jullie hoeven dan niet een beetje in je neus te gaan lopen peuteren. Maar dan is er ook echt nog iets te doen. Ik had het net al over de juryberaad. We hebben een fantastische jury. 3 juryleden. We hebben Davy de Wit van Artes. Komen die nu ook op het podium toevallig? Of dat niet? Nee. Ik geloof er niet. Zitten die al achter in de zaal? Oké, ze zitten al klaar, mooi. Dus als jullie daar naartoe kijken, daarachter, of misschien voor je, als je helemaal achterin zit. Daar zit dus de jury. Davy de Wit van Artes. En dan hebben we Ben Jansen van ROC van Twente. En Nadine Braam van Kaliber Kunstenschool. Dus even een applausje voor de jury, graag. En zij gaan letten natuurlijk op de zang en de muzikaliteit, want het is natuurlijk The Voice. Dus het gaat voornamelijk over de zangkwaliteiten, maar ook de performance gaan ze ook zeker opletten. Dus dat telt ook mee. En er zijn er een paar die hebben echt een geweldige act. Er zijn een paar die hebben gewoon een beetje een balladnummer, dus daar letten ze wat meer op de zang. Maar dat komt helemaal goed. Oké, dan heb ik nu wel genoeg gepraat. En gaan we verder met de eerste heer. Het is namelijk een man die gaat beginnen. En hij zingt in een koor in Wierden. En de pianist van het koor, die raadde hem dit nummer aan. En het is een echt een nummer voor hem, want hij kan helemaal losgaan. Het is echt een podiumbeest, een entertainer.
Dus geef hem een groot applaus, Job Homan. Imagining that I'm dancing with you. I'm your ball and all you're wearing is your shoes. You've got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style. Well, you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Well, sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all talk. Sister, you've got it all. Uh-oh. Curl your upper lip up and let me look around. Ride your tongue along your bottom lip, then bite down. And bend your back and ask those hips if I can touch. Cause that perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. Will you blow on by? Oh, kiss me with your eyelashes tonight. You got everything you need, especially me. Well, sister, you've got it all. You make the call and make my day. In your message, say my name. Your talk is all talk. Sister, you got it all. You got it all, you got it all, you got it all. You got it all, you got it all, you got it all. Doll, I need to see you pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Zap, zap, da, bap, ba, ba, da, da. Zap, bap, ba, ba, da, da. Zap, bap, ba, ba, ba. Zap, zap, da, bap. Butterfly, will you land it on my mind? Then would you land it on my ear and then you crawl inside? Well, now I see you perfectly behind closed eyes. I wanna fly to you and I don't wanna lie to you. Cause I can't recall a better day. So come to shine on the occasion. You're an open-minded lady, you got it all. But I never forget the face. Looks at the moment I have my days. And let's face the fact here, it's you who's got it all. You know that fortune favors the brave. Let me get paid when I make you breakfast. Rest is up to you, you make the call. You make the call to make my day. In your message say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all. I can't recall a better day. So come to shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh, you got it. 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 You got it all. Well, hey, baby, you got it all.
it all. Oké, supergoed joh. Goed gedaan. Dankjewel. Nou, ik zei al, het is een entertainer, dat is wel duidelijk geloof ik. Heb jij ook fans in de zaal, denk je? Ja, ik dacht al wel dat ik wat fans hoorde. Ja. Oké, die zitten daar dus? Ja. Ah, oké. Of zitten daar ook nog fans? Nee, oké. Oké, nog een applausje voor Job. Dankjewel. Oké, en van een van de twee heren gaan we nu door naar een van de 10 dames. Zij wist de dag voordat ze zich, voordat ze moest optreden op haar school, wist ze nog niet welk liedje ze ging doen. En ik geloof dat haar moeder zei dat, dat ze dit liedje maar dan moest kiezen, omdat het zo mooi klonk toen ze thuis dit aan het meezingen was. En ik heb het over Dilana Groothuis. Een groot applaus voor Dilana. Dankjewel, Dilana. Oké.
Ik was bij de vorige twee, dus bij Dilana en Job, even vergeten te zeggen welke nummers ze zongen. Maar misschien dat jullie ze wel kennen hoor. Maar Job zong Butterfly van Jay. Oh, bedankt. Nee, is niet voor mij. Waar was ik? Ik moet geen flauwe grapjes maken, dat is niet leuk. Job die zong Butterfly van Jason Mraz. En Dilana zong When I Was Your Man van Bruno Mars. En nu komt er weer een dame. En zij zingt Unconditionally van Katy Perry. Alleen de meeste mensen die haar kennen, of ja, van school bijvoorbeeld, die hadden absoluut niet verwacht dat er zo'n stem in dit meisje zat. Die wisten bijvoorbeeld ook niet dat ze al vanaf haar zevende zangles heeft. Dat heeft ze mij net verteld. En dus ze verrast vele mensen, denk ik, met haar fantastische stem. Ik heb het over Marieke van der Schaaf. Een applausje.
Nou, echt fantastisch. Goed gezongen. Echt supergoed. Nu gaan we naar het enige liedje vanavond dat niet in het Engels is, als ik het goed zeg. Want dit is namelijk een Turks liedje. Ja, ik hoor al volgens mij een paar fans zeggen, oh, ze is aan de beurt. Rumaysa Aydin, als ik het goed uitspreek, die gaat zingen Padişah. En dat betekent koning. Geloof ik. En het gaat over dat je niet moet denken dat je een koning bent. En je moet niet stoer doen. Je moet gewoon jezelf blijven. Maar dan natuurlijk allemaal in het Turks. En niet dat ik dat dan versta. Maar dat heeft ze me gewoon even verteld. Dus Sibel Can zingt normaal gesproken dit nummer. En in Turkije is het een superbekend liedje. Maar ik denk dat de meeste Nederlanders die zullen het niet kennen. Een groot applaus voor Rumaysa. Bu ayrılık pek yaman. Neler çektim bu dünya.
supergoed. Oh. Dat is jouw muziekdocent, toch? Ja. Van het Pius. Ja, oké. Ik wil ook nog graag even een applausje voor de band, want dit was voor hen echt pittig om in te studeren. Dus goed gedaan, jongens. betekent dit nummer nou ook nog echt iets voor jou? Heb je daar ook nog iets aan, zeg maar, dit nummer? Nee. Oh, oké. Okay. Dus je denkt niet van, met die boodschap van dat je jezelf moet blijven en zo, dat je dat... Je kan wel jezelf blijven, maar ja. Oké, duidelijk. Dus ja, dus je kan wel jezelf blijven, maar oké. Nou, supergoed. Applausje voor Romeisa. De volgende dame die hier gaat optreden voor jullie, die heeft al eens op dit podium gestaan toen ze een brugklasser was, dus 2 jaar geleden. Het liedje wat zij gaat zingen is wederom ook door haar moeder uitgekozen. Dus die moeders die hebben toch wel een flinke vinger in de pap hier. Ik heb het over Merle Veldhuis. Maud Nieuwenhuis, oh sorry jongens. Maud Nieuwenhuis, applausje. Everywhere I've been, met, shed it all. But if you never know,
Mout. Supergoed gedaan. ja, drie keer raden wie er dan nu komt. Merle Veldhuis, inderdaad. zij gaat zingen Hurt van Christina Aguilera. En dat zingt ze speciaal voor haar opa en oma. Ze zei net achter de schermen, ik ben zo zenuwachtig, ik denk dat ik mezelf ga vergiftigen, want dan hoef ik niet meer. Ja, dat heb je echt gezegd, Merle. maar het komt helemaal goed, want ze is ook echt wel een beetje een podiumbeest. Dus geef haar een groot applaus, Merle. Zou komen. Die zenuwen waren nergens voor nodig, toch? Nee, echt super goed gedaan. Jij mag lekker gaan chillen.
We gaan weer door naar weer een dame, een hele sportieve dame. Ze houdt erg van paardrijden, kickboksen, fitnessen. Ze moest zelfs een training afzeggen voor vanavond. Dat deed ze met pijn in haar hart, maar ze deed het toch maar wel. Voordat ze gaat zingen, wil ik toch nog even vragen of het publiek misschien iets stiller kan zijn. Ik heb gehoord dat er nogal veel groepjes zijn die een beetje aan het klieren zijn en zo. Dus dat is ook voor de mensen die aan het zingen zijn niet zo leuk. Maar ook voor de mensen die graag willen luisteren niet zo heel erg leuk. Dus dat zou fijn zijn. Dus die stoere meid, dat is Sarah Langkamp. En ze gaat zingen Nothing Really Matters van Mr. Props. Applausje. Okay, and I'm alright. When he's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see his face, and in my mind, I seize the day whenever he's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. Leads me, is how he reads me, right and wrong. Oh, it's so clear, he's all that I need, all I need. Yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see him, and I need air because I breathe him. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe him every time I see him. Every time I see him. When I'm lost and need a sign, it leads away. I'll be fine, nothing really matters. Nothing really matters. He completes me, is how he reads me, right and wrong. Oh, it's so clear, he's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see him, and I need air because I breathe him. I know what it feels like, I know what it feels like, yeah. I breathe him every time I see him. Every time I see him. Every time I see him, oh, every time I see him, oh, when he's okay and I'm alright, when he's awake, I'm up all night, and nothing really matters, nothing really matters. En een knuffel. Wie waren dat? Mijn zusje en mijn kennis. Kennis. Friendzone of zo, dit. Of, oh. Oh, dat was wel echt heel lief. Ja. Nog even een applausje. Oké, dan is het tijd voor de laatste voor de pauze. Natuurlijk weer een dame, want er waren er 10 van. Dit is alleen wel een hele speciale dame. Ze is nogal hyper. Dat kan ik wel gewoon zeggen. Ze is een beetje hyper. Ze is zo gek als een deur, zegt ze zelf ook hoor. Dus ik beledig haar er niet mee. Ze heeft overal scheid aan, ook haar eigen woorden.
Je zult het zo wel merken. Ze houdt ook absoluut niet van ballads. Dus alles wat je net hebt gehoord, al die ballads en zo, dat zou zij natuurlijk niet doen. Want ze is nogal hyper, dus dat gaat niet zo goed samen. Ze gaat dan ook zingen Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. En ik heb het over Zoe Kanters. Let's go, girls. I'm going out tonight, I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I want to shout. No. Maybe no condition. Get a little out of the line. It ain't gonna explode or be correct. I only want to have a good time. The best thing about a being a woman is look for ragged is have a little fun now. Oh, 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 oh. Like a woman. Girls need a break. The night we gonna take the chance to get out of the town. We don't need romance. We only wanna dance and let our hair hang down. Dat ging goed, hè? Ging wel. Ging wel, nou ja. Echt supergoed. Je bent echt zo'n podiumbeest. Bedankt. Ja, echt supergoed gedaan. Jij mag inderdaad naar de green room. We hebben echt een green room, ja, inderdaad. Nog een applausje voor Zoe misschien. Die moet naar de kant. Oh ja, pak. Goed.
Goed, na de pauze dus nog 4 optredens. En daarna hebben we het juryberaad van 20 minuutjes, waarin jullie worden vermaakt door La Stesa dansgroep. De eerste na de pauze is weer een dame. En ze zingt een prachtige ballad van Whitney Houston. En die zingt ze speciaal voor haar overleden opa. Dus een beetje gevoelig eigenlijk. Maar zelf is ze een beetje een meisje van twee kanten. Aan de ene kant houdt ze heel erg van shoppen en meisjesdingen en dat soort dingen. Maar ook heel erg van voetbal. Dus een beetje twee gezichten, zeg maar. Ik heb het over Lisa van der Veen. Een groot applaus. Love.
heel erg mooi. Dankjewel. Ja, echt super. En je ziet er ook geweldig uit, vind ik. Heb je nou gewoon helemaal zelf je haar gedaan en zo net? Nee. Heeft iemand voor je gedaan? Ja. Een van de kandidaten hier? Of? Nee, de stylist en zo. Oeh, ze hebben een stylist. Oké dan. Super goed gedaan. Nog even een applausje. Oké. De tiende kandidaat is natuurlijk weer een dame. Er komt straks echt nog wel een heer. Echt waar. Zij heeft weer zo'n moeder die heel goed weet wat goed is voor haar dochter. Want ze zong thuis mee met dit liedje, gewoon met YouTube, doen wel meer meisjes. Maar bij dit liedje dacht die moeder, dit klinkt wel heel erg goed. Misschien moet je deze maar eens gaan zingen bij The Voice. Dus dat heeft ze gedaan. Julia Bell gaat zingen Arms van Christina Perry. Applausje.
Heb jij je fans toevallig al gespot, of niet? Ja. Ja, waar denk je dat ze zitten zo'n beetje? Beetje daar, beetje daar. Zo'n beetje de hele zaal. Zijn er ook spandoekachtige dingen voor jou toevallig? Die daar. Ja, dat dacht ik al. Daar vooraan. Ja, dat doet je zeker goed, of niet? Ja, oké. Okay. Nog een groot applaus. Oké, en ik had beloofd dat er nog een jongen zou komen en die komt dus ook nu. We hadden net helemaal aan het begin Job en die deed een heel swingend nummer en hij danste het hele podium over. Dat gaat Maarten niet doen. Maarten zingt namelijk een heel gevoelig nummer en hij kan zich ook heel goed inleven in dit nummer. Het is een beetje, het gaat een beetje over een relatie die niet al te goed gaat. Nu zit hij in een hele gelukkige relatie, maar hij heeft wel een beetje ervaring in dat soort perikelen, zeg maar. Dus hij weet wel een beetje waar hij over zingt. Hij zingt Jealous van Labyrinth. En zijn naam is dus Maarten. Maarten Rickert. Applausje. Of the rain that falls upon your skin, it's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. Jealous of the wind that ripples through your clothes, it's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. Oh, I'm jealous.
there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back and tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say another day. Ik geloof dat ik denk dat er heel wat meiden en vrouwen nu aan het janken zijn en zo. En je hebt er heel wat fans bij, geloof ik, in ieder geval. Ja. Is het nou anders in zo'n zaal dan op school? Ja, op zich, ik zie alleen de eerste drie rijen. Maar je ziet wel aan de nooduitgangen dat de zaal iets groter is dan op school. Maar het is wel... En het zingt het anders? Ja, met iets meer zenuwen deze keer. Nou, ik heb er niks van gehoord. Applausje. En eigenlijk wil ik ook nog wel even een applausje voor de pianist, want die heeft vandaag wel heel veel te doen. En dat doet hij goed. En dan nu de 12e en dus de laatste kandidaatte, en meisje weer. Ze gaat een liedje zingen uit de film The Hobbit. Het is echt een knijter van een hit, zeg maar. I See Fire van Ed Sheeran. Ik denk dat zo'n beetje de hele zaal het wel mee kan zingen. Doe het maar niet, trouwens. Ze heet Saranya Schaap. Een groot applaus. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during signs. To end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for the road. Prepare as we will, watch the flames burn up and on the mountainside. I
And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out for the road. Hold fast and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. Now I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Als laatste te gaan? Verandert niks, denk ik. Oké. Was je niet daardoor extra zenuwachtig omdat je de hele tijd moest wachten en zo? Nee, ik vond wel. Ik denk dat ik zenuwachtiger zou zijn als ik gewoon als middels moet of zo, denk oh, ik. Ja? Denk echt? Ik weet niet waarom, maar ik denk. Omdat hiervoor alles goed ging, dacht je, bij mij gaat het ook goed. Ja. Ja, je zag er ook heel relaxed uit daar. Ja. Okay. Nou, applausje voor Saranya. Oké, jury, ik moet jullie wegsturen helaas. Doei. Succes. Succes, inderdaad. Ik zal nog even vertellen wat de prijzen precies zijn. Er zijn namelijk 3 prijzen. De derde, de tweede en de eerste prijs. Natuurlijk. Hallo. Verrassing.
Even kijken, de tweede en de derde prijs die kunnen winnen zanglessen van het ROC van Twente en dan de opleiding artiest. Dus die krijgen als ze dus winnen de tweede en de derde prijs, dan krijgen ze dat. De eerste prijs krijgt een wisselbeker en ook zanglessen, maar van Artes, de popacademie, dus het conservatorium. En de eerste en de tweede prijswinnaars die mogen ook nog eens optreden op 30 mei tijdens het pleinconcert hier in Almelo onder begeleiding, van Cor Bakker. Dus dat zijn hele fantastisch leuke prijzen, zou ik zo zeggen. Ik weet trouwens niet of de jury er al uit is. Ik heb ze nog niet gezien. Heeft iemand daar informatie over? Ja, ze zijn eruit. Ah, yes. Oké, want anders moet ik tijd rekken en zo. En dat is niet leuk en zo. Voor jullie ook niet. Ik zal nog eventjes alle kandidaten opnoemen. En die mogen dan ook gelijk even op het podium komen. Job Homan. Daar heb je hem. Dilana Groothuis. Marieke van der Schaaf. Romeisa Aydin. Maud Nieuwenhuis. Merle Veldhuis. Sarah Langkamp. Zoe Kantens. Lisa van der Veen. Julia Bel. Maarten Rickert. En Saranja Schaap. Oké. Ja, misschien nog even één applausje voor alle kandidaten, want ze staan hier zo mooi. Ja. Oké, Nadine, ik moet jou het woord geven, geloof ik. Ja. Ja, nou, mij is gevraagd om bekend te maken wie de Voice of Almelo is geworden. Allereerst wil ik alle kandidaten complimenteren. Het was een hartstikke leuke avond. Leuk om jullie te mogen zien allemaal. En wat een talent, zeker. Nou goed, volgens mij is het al spannend genoeg, dus laat ik het maar gewoon bekendmaken. Nummer 3, nou, ik heb eigenlijk mijn briefje niet nodig, ik weet het nog wel. Nummer 3 kan ik alvast verklappen, is een zij. En wij vonden haar erg pakkend, vooral in het begin heeft ze ons erg geraakt. Mooie sound, mooie uitstraling op het podium. Nummer 3 is geworden Saranja. Alsjeblieft en van harte gefeliciteerd. Dan op nummer 2 is ook geëindigd een vrouw, een meisje. Over haar wil ik vertellen. Wij vonden haar heel erg krachtig in hoe ze er stond, in hoe ze zong. Ze wilde echt wat vertellen en ze nam ons echt mee in haar verhaal. Het was zuiver, het was een mooi verhaal. Nummer 2 is geworden Maud. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Oh, vergeet de envelop niet. Ja, en dan nummer 1. Nou ja, laat ik het niet moeilijker maken dan het is, of spannender maken dan het is. Nummer 1 heeft ons allemaal betoverd en volgens mij de hele zaal, want het was muisstil. We gingen allemaal mee in zijn verhaal. Nummer 1 is geworden Maarten. Ja, allereerst zal ik allereerst de beker geven, alsjeblieft. En dit, alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Oké, gefeliciteerd alle prijswinnaars. Maarten, jij moet straks nog een keer zingen. Ja, dus ga je even klaarmaken, zou ik zeggen. Ondertussen wil ik graag even de jury bedanken. Volgens mij krijgen jullie een bloemetje. Ja, precies. Oh, sorry. Even een applausje voor de jury, want ze hebben moeilijke keuzes moeten maken.
Heel goed. Ik wil toch nog even zeggen, ik heb ooit helemaal aan het begin van de avond gezegd PSX. En toen ben ik ongeveer wel 10 keer op mijn vingers getikt dat het PS10 is. Dus bij deze, excuses. Het is PS10. Dus ik wil namelijk alle scholen heel graag bedanken. Het Canisius, Nordic, Erasmus en PS10. Ja, Maarten, ga je gang. Of the way you're happy without me.
Even een applausje voor alle kandidaten. Supergoed. Oké, even voordat iedereen de zaal uitvlucht. De kandidaten die mogen weer eventjes, die mogen straks naar de foyer, maar nog even van het podium af. We moeten nog even een paar mensen bedanken. Namelijk, er waren hier steeds van die leuke jongens met camera's in de weer. Die waren van Avisie en het wordt in het paasweekend wordt dit uitgezonden. Ook moeten we nog bedanken de PR, alle sponsoren natuurlijk die ik hiervoor al had genoemd. Alle mensen achter de schermen en in het bijzonder eigenlijk Rosalinde Howard, die vandaag ook de hele dag alle kandidaten heeft begeleid en zo. Dus Rosalinde, kom er even naar voren. Waar is ze? Rosalinde. Ja! Yeah. Applausje voor Rosalinde. En ik wil ook nog bedanken de surveillanten, de band natuurlijk, alle deelnemers en de jury. Dat was het, geloof ik. Vergeet ik iemand? Oh, ja. En dat was dan het einde. En hopelijk tot volgend jaar, de 18e editie en wel thuis.